Ze zeggen al Heintje Davids, hij blijft maar terugkomen. Heb je dat gevoel zelf ook zo? Ja, het lijkt er wel op, hè. Ik heb uitgerekend dat het de vijfde keer is. Dus wat dat betreft kun je dat wel zeggen, ja. Ja, er zijn moeilijke tijden geweest natuurlijk. Wat jij zegt, die periode met name met die degradatie, dat was de zwaarste periode. Die laatste keer, dat was natuurlijk heerlijk, hè. Toen jij Vitesse een Europees voetbal leidde met heel aantrekkelijk voetbal. Ja, dat was een mooie periode natuurlijk. Het is altijd leuk als je succes hebt natuurlijk. Alleen dat is geen garantie voor de toekomst. Dus we gaan nu weer helemaal opnieuw beginnen. En we gaan kijken wat we deze groep weer kunnen halen. Samen met mijn staf en met deze groep. Nou ja, kijken, met name belangrijk dat we weer mensen naar het Gelderdoom krijgen. Dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat als Vitesse thuis speelt, dat er weer meer mensen komen kijken. Ik wil gewoon met deze groep lekker gaan werken. Goed voetbal gaan proberen te spelen. Resultaten te gaan boeken. En het is niet van ik ga de anderen eens even bewijzen dat het wel kan of niet kan. Het is een nieuwe periode. En daar stap ik blanco in. En daar ga ik lekker mee aan de slag.